En Eddie was daar een volgens mij wat vreemde eend in de bijt. En toen kwamen wij daar om vooral sport te doen. Dus we waren ook een ontzettend vreemde. Dus waren twee vreemde eenden in één bijt. En Eddie had niets met sport volgens mij. Maar vond het wel hartstikke leuk om met ons mee te gaan naar sportevenementen en sporters. En verdiepte zich er ook wel in. En toonde zich daar dan ook wel weer echt totaal onaangepast. Ging gewoon zijn eigen gang. Maar het voordeel van Eddie was, we zijn later wel fotografen tegengekomen. Nou, fotografie, dat was, Rembrandt was leuk, Van Gogh was leuk, maar zij waren toch wel veel bijzonderder. En hij had net iets wat wij ook hadden. Namen? Van andere fotografen die sport als kunst. Nee, dat vind ik lullig een beetje. Oké, okay. Jammer. Ik zijn ook allemaal tentoonstellingen gehouden. Volgens mij heeft Eddie de Jong ook nooit een tentoonstelling gehouden. Nou, precies. Fotografen die tentoonstellingen houden, moet ik ook vreselijk om lachen. Wij gaan toch ook geen tentoonstelling houden van de stukken die we geschreven hebben. Maar goed. Eddie was dus inderdaad, en dat sprak ons ontzettend aan. Dat hij heel, ja, niet down to earth was, maar ja jongens, god, ik heb dat foto dus toevallig in mijn handen. En ik zal een mooie foto maken. En ja, zo is hij een paar keer met ons mee geweest. We vonden wel heel belangrijk dat er een mooie foto bij stond. En Eddie maakte gewoon mooie foto's. Ik herinner me nog één reportage, Paul van Hiemst. Zoek de foto op alsjeblieft. Wij gingen naar Brussel, naar Paul van Hiemst. En Eddie vond de vrouw van Paul van Hiemst, had hij wel wat mee. Dat hadden wij vrij snel in de gaten. En zij vond hem volgens mij ook wel leuk. En dus op een gegeven moment waren wij druk met Paul van Hiemst aan het interviewen. En hij had al een foto gemaakt, of zou nog een foto gaan maken. En hij was zeer geanimeerd met Paul van Hiemst in gesprek. En op een gegeven moment horen we even niks. En we kijken achter in de kamer en was Eddie volgens mij yoga aan het doen of zoiets. Of hij was oefeningen aan het doen of had last van zijn rug. En dan ging midden in die kamer, ging je daar oefeningen doen. Henk en ik zijn niet meer bijgekomen van het lachen. En normaal gesproken zouden ze zeggen, zeg doe even normaal. Maar bij Eddie vond iedereen dat ook die Paul van Hiemst, wat dus echt de Johan Cruijff van het Belgische voetbal was, die moest daar vreselijk om lachen en het heeft ook totaal het interview niet verstoord. Ook Paul van Hiemst, misschien heeft hij wel een kleedje gehaald voor hem. Maar ik weet wel dat we daar toen vreselijk om gelachen hebben. Volgens mij waren we toen met aparte auto's, want dat Henk en ik hebben daar terug nog echt nou, hilarische momenten aan beleefd. Dat Eddie daar ineens in de hoek van de kamer oefeningen lag te doen. Volgens mij niet met de vrouw van Paul, dat net niet. Dat net niet, oké. Okay. Hij was een alleskunner, want wij gingen een keer naar Parijs-Roubaix. En het leuke was dat al die fotografen aanvankelijk zogenaamd niks met sport hadden, maar wel dolgraag mee wilden bij al die reportages. Dus Eddie wilde ook graag mee, want er werd nog Parijs-Roubaix gingen wij ineens doen, Henk en ik. Dus we gingen zaterdagochtend, moesten we ons in Parijs, of in vlak boven Parijs melden. Eerst in Parijs en toen vlak boven een plaatsje boven Parijs. Was ik met een Venise. En ineens in de auto denk ik, wat stinkt dit hier, godverdomme, naar knoflook ineens. In ieder geval, Eddie had bij een groentewinkel had wat knoflooktenen gehaald. En die had hij ook voor ons, maar dat had hij nog niet. En die zat hij in zijn eentje op te peuzelen. Dus hij had een stonk ineens naar knoflook, was niet te harden werkelijk. De volgende dag heeft hij hangend uit de auto. Want zo moet dat met zo'n wielerkoers. Parijs-Roubaix is een wielerkoers. Hangend uit de auto en ergens af en toe moesten we stoppen. Heeft hij die foto's gemaakt? En ik kan me herinneren dat het hele mooie foto's waren die hij gemaakt heeft. Maar dat moet je allemaal even opzoeken in Vrij Nederland. Ja, hij was heel onhandig. En daarom vond ik het zo grappig dat hij fotografeerde. Want fotografie vereist een zekere handigheid. Maar die onhandigheid die deelde hij met Henk. Want Henk was ook iemand met twee linkerhanden die dus niet kon autorijden en absoluut niet wist, nog steeds niet weet hoe een tikmachine werkt, laat staan een computer. En die indruk wekte Eddie ook wel. Ik ben ervan overtuigd, ik weet ook zeker dat het één of twee keer een reportage mislukt is. Jullie me welke. Maar ik weet dat we een keer terug waren dat de foto's mislukt waren. Of dat er iets mislukt was. En met Parijs-Roubaix kon je dit natuurlijk niet overdoen. Je kon moeilijk aan die wielrenners vragen, kun je nog een keer gaan rijden? Volgens mij is met Parijs-Roubaix wel gelukt. Maar er zullen ongetwijfeld ook foto's ook toen mislukt zijn. Ja, ik heb me ook wel aan hem geërgerd, ook zijn onhandigheid. Omdat je vaak, als renners voorbij komen,
heb je geen tijd om nog even iets te gaan regelen. Moet het allemaal heel snel. En volgens mij was hij daar niet al te handig in. Maar ik ergerde me ook weer niet aan, want ik had ook wel... Ik moest ook wel lachen om zijn... Hij was ook wel een beetje een artiest, een beetje een verwarde artiest. Iemand die ook in Parijs onder een brug zou kunnen slapen. En daar hield ik wel van eigenlijk. Ik was zelf zo niet. Ik had iets van, ik moet wat verdienen in het leven. Omdat ik zelf uit een nogal arm gezin kwam. En was inderdaad waarschijnlijk zeer ambitieus in die tijd. En hij straalde ook geen ambitie uit. En dat was ik wel jaloers op. Ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden van mensen die dat konden. Bert en Willem waren iets meer bezig, ook alweer met, ja, fotografie is kunst. En daar heb ik me altijd tegen verzet. Fotografie is, het is gewoon journalistieke fotografie moet het blijven. Ja. Daarmee moet je wel de mooiste foto willen maken, maar zoals wij ook altijd het mooiste verhaal wilden maken, moet je vooral niet denken dat het kunst is, want dan moet je een roman gaan schrijven. Of dan moet je gaan schilderen. Ja. Frenelle, het was heel erg makkelijk met het weggooien van zijn dierbaren. Daar zijn ze nooit, dat is in linkse kringen blijkbaar heel gebruikelijk, dat je echt mensen die heel trouw aan jou zijn geweest, die heel veel voor je gedaan hebben, dat je die echt een rotschop geeft en dan zegt, goh ja, sorry. Rinus was niet zo, klopt. Nee. Rinus was niet zo, klopt. Hebben een brief geschreven? Ja. Maar Rinus heeft heel veel brieven verzonnen, hè? Dat weet je. Heeft ook zelf verzonnen brieven geschreven. Ik kan me niet voorstellen dat wij een brief geschreven hebben, niet met Eddie wilden werken. Maar het zou best kunnen zijn dat Eddie inderdaad, het kan zomaar kunnen zijn dat hij niet kwam opdagen of zo, dat we een afspraak hadden dat hij er niet was. Ja. En dat kan je van voorstellen. Ik bedoel, dat, dat je een reportage aan het maken bent dat hij er niet was. Of dat hij niet kwam, of dat hij veel te laat was en dat je stond te wachten. Ik bedoel, dat is... Rinus stelde erbij dat jullie zijn houding te passief vonden en dat hij te weinig nadacht over de foto en ook te weinig bijzondere foto's leverde. Nou ja, dat zou best kunnen. Ik zeg al, hij zag het niet als kunst. Het was voor hem weer een... wat ik zei, dat ik onder de brug op de scène kunnen slapen. Ja. Hij was geen gedreven fotograaf volgens mij, maar misschien ook wel. Maar het komt ook, wij waren toen, wij schreven, dat was ook vrij uniek bij Vrij Nederland, wij schreven elke week. Ja. En je weet bij Vrij Nederland, als je één keer in de 6 weken een zeer kunstzinnig stuk had geschreven, was je ook een heel gevierde redacteur. Ja. Ik weet het, ik kan me niet voorstellen dat we een brief geschreven hebben. Oké. Maar je herinnert ook niet meer je... Je weer of je teleurstelling over de kwaliteit van zijn foto's? Nou, dat kan ik me ook niet zo goed herinneren. Ik weet wel dat hij niet echt een drive had. En dat hadden wij wel. En dat, ik vond het achteraf terugkijkend, vond ik het eigenlijk wel leuk. Maar ja, we hadden toen wel ook iemand nodig die een drive had. Ja. En het moest vaak even, ik bedoel, net het moment dat die man net of vrouw net staat, of dat er net iets gebeurde, was... En die bij spreken zijn apparatuur aan het instellen en zo. Ja. En die andere fotograaf waren wat gedrevener op dat gebied, ja. Maar dan hadden die weer, was het weer kunst. Dan hadden wij ook weer iets. Nee, Eddie was niet een. Maar hij was wel een. Maar ja, ik weet ook nog die knoflook dat we toen zeiden: Eddie, dat kan niet wat je nu doet. Ik bedoel, als wij met jou 24 uur in een auto of 13 uur in een auto moeten zitten, moesten de ramen echt vol openzetten. Het was niet te harden. Nou, dan ga je de volgende keer, als we gingen ons Luik Bassenaken Luik doen, dan zeg je, ja, alsjeblieft, dan niet dat ik moet kotsen van de knoflooklucht in mijn auto. Dat zou best hebben kunnen meespelen, ja. Stond hij bij de Koentunnel of was hij misschien nog ergens, geweldig toch? Maar ja, goed, mooi. Als dat dan, ik bedoel, dan was dat dus, die vielen, kom op. Ja. Hou er wel van. Okay, nou, ik weet wel dat hij kinderen had en dat hij verschillende vrouwen had. In de Olympisch Stadion. Kijk, een kind met een sigaret in de mond. Fantastisch. Wat een fantastische foto, zeg. Oh, wat een leuke foto. Ja, prachtige portretten. Maar bij Vrij Nederland was dit op een gegeven moment... Ja, te gewoontjes. Ja, heb toch het idee. Is het nu weer... Dat is nooit gewoon. Een mooi portret. Dat vind ik zoiets geks. Ja. Mooie portretten zijn nooit gewoon. God, Gerry Kneteman, ja, Luns. Ja, dit is heel anders dan een pasfoto. Ja, ik vind, je moet over kunst en over wat je mooi vindt nooit te lang lullen. Ja. Ik vind het prachtige foto's, Theo Komen hier, mevrouw Utewa van Stoetwegen. En precies zoals ze ook zijn.
En ook niet meer rompslomp eraan doen. Gewoon goed zwart-wit, goed scherp, geen gezeur. En een pasfoto is altijd verschrikkelijk. Dit is ook Theo Koop met zijn voeten uit. Ja. Het zijn toch prachtige portretten? Wat moet je anders dan een portret doen? Heb jij dit allemaal gedaan, dit? Ja. Ook een werk geweest, hè?